Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video of luistert naar een nieuwe podcast. Mijn naam is Anja en ik help jou je bewustzijn te vergroten, zodat jij ook zelf inziet dat je tot veel meer in staat bent dan dat je wellicht zelf denkt op dit moment. En vandaag wil ik het dus ook met je hebben over het manifesteren van je verlangens. En ik denk dat we allemaal wel bepaalde verlangens hebben. En we willen heel graag die verlangens manifesteren, maar op een of andere manier lijkt alsof we altijd het tegenovergestelde aantrekken. En dat heeft ongetwijfeld te maken met um, de manier waarin jij um, opdaagt, om het zo maar te zeggen. Je kunt het zien als een, uh, een nou ja, Abraham Hicks noemt het ook altijd een stok. Hè? Je hebt twee uiteinden van een stok, en aan de ene kant zit het tekort. Aan van wat jij graag wil manifesteren. En aan de andere kant zit het, um, het overvloedstuk. Dus stel jouw verlangen is, ik wil meer geld gaan manifesteren. Dat is de stok in dit geval waar jij jouw focus op legt. Maar alles is energie. En omdat alles energie is, rezo, jij dus ook, en rezoneer jij als het ware met jouw realiteit. En jij ziet in jouw werkelijkheid dat wat actief is in jou. Dus eigenlijk ook een beetje het, wat je zaait, voor je oosten principe. Wat jouw dominante gedachten zijn, wat jouw dominante vibratie is. Wat jij diep van binnen gelooft, dat ga jij terugzien in jouw realiteit. En nu willen we die een stok manifesteren en dat geld manifesteren. En we willen die overvloed manifesteren. En we willen alle positieve effecten manifesteren. Maar heel onze staat van zijn zit juist aan de andere kant van de stok. Die zit juist in dat, in dat tekortstukje. Ik wil geld manifesteren, want het is er nu niet. Ik wil meer klanten, want het is er nu niet. Dus dat doe je vaak vanuit een, de kort vibratie met als gevolg dat je meer van hetzelfde gaat aantrekken, en dat is in dit geval te kort. Het universum reageert overigens niet op, of um, jij ziet in jouw realiteit, laat ik het zo zeggen, niet wat je uitspreekt, de woorden die je gebruikt, maar de, um, de frequentie als het ware die je uitzendt. Dus stel, jij wil heel graag overvloed in financiële vormen ervaren. En jij wil graag veel geld manifesteren. Maar om wat voor reden dan ook lukt jou het niet, of nog niet in ieder geval. om in die financiële overvloed te gaan zitten. Want jij ervaart stress. Want de bankrekening staat rood. De hypotheek moet betaald worden. Er komen weer facturen aan. En je kunt als een. Als een uh, maniak bijna positieve affirmaties op noemen. Want hoe vaak je het maar herhaalt, misschien ga je het dan ooit geloven. Maar alles in jou schreeuwt dat dat niet lukt. Ik ben dan geen voorstander van om door te blijven gaan. Want het is vooral ook die vibratie, het magnetische stuk, wat je de dingen laat zien. En als jij continu focust vanuit die stress en tekort, ga je dat dus ook terugzien. Maar Waar kun je die overvloed bijvoorbeeld wel ervaren? Uh, een overvloed aan liefde, misschien, als je een, een partner hebt of kinderen hebt of allebei. Waar ervaar je die overvloed wel? Een overvloed aan, uh, nou ja, wij hebben zelf hier een hele grote. Een slaapkamer bijvoorbeeld, een overvloed aan ruimte. Als ik in mijn bed lig, kan ik echt die overvloed voelen: aan ruimte, maar overvloed aan licht, overvloed aan. Nou ja, goed, je ziet het natuurlijk jezelf niet, maar als ik naar buiten kijk: een overvloed aan natuur en allerlei verschillende uh, kleuren groenen, overvloed aan. Mooiheid, een overvloed aan dingen waar ik blij van word. Vandaag de dag een overvloed aan zon, een overvloed aan warmte, een overvloed aan liefde, een over... Voel je het al? Als je daar in die, uh, in die vibe gaat zitten, dan, dan zie jij overvloed in jouw realiteit. Ook Terugkomen. En dat hoeft dan niet per se alleen een overvloed in nog meer groene bomen, ik noem iets te zijn, maar dat kan dus ook in de vorm van geld zijn. Want alles is energie. En als je dan kijkt wat je, uh, waar jij mee gaat resoneren, als jij resoneert met de frequentie van overvloed, de frequentie van dankbaar, de frequentie van liefde, dan krijg je meer terug, uh, op, of dan ga je meer in jouw realiteit zien. Wat op die frequentie dus ook vibreert. En dat kan dus ook geld zijn. Maar dat kan dus ook iets anders zijn. Dus als we dan kijken om het wat. Um, ik geloof niet dat het universum je iets brengt, om het zomaar te zeggen. Hè, want je, jij bent het universum. Dus nou ja, in zoverre brengt het universum je wel iets. Want jij bent het universum. Hè, je, je, je inner being, als het ware. Maar als ik. Um, als jij focust op wat wat je wel wil het gevoel dan vooral hè, het gevoel wat jij wel wil zul je zoveel meer kunnen gaan manifesteren en wat voor mij ook wel echt een grote eye-opener is geweest is plezier maak vooral veel plezier ik kan ik kom eigenlijk vooral, en soms is het natuurlijk nog steeds wel een beetje een valkuil, met ondernemen ook heel erg gericht zijn op de dingen die ik uh, nog wil doen. Ik, vanuit mijn human design heb ik een open wortel. En dat betekent eigenlijk uh, in de praktijk dat ik altijd zo'n zo sergeant, zo'n drillmeester op mijn schouder heb staan. Je moet dit, je moet dit, je moet dit en dat en dat kan beter en dat moet sneller. En daar. Heb ik heel erg in geleerd om me daarin te gaan overgeven. Want plezier is natuurlijk ook een hele hoge frequentie. En als je in die plezier zit, kun je ook veel makkelijker in die overvloed stappen. Kun je ook veel makkelijker in die liefde stappen. Kun je ook veel makkelijker in eigenlijk alle andere dingen zitten. Want als jij vanuit niet vanuit flow werkt, maar vanuit forceren. Zet je jezelf ook gewoon helemaal vast? Want dat doe je ook vaak vanuit iets omdat het er nog niet is. Dus hoe kan het leuker? Hoe kan het mooier? Hoe kan het, hoe kan het fijner vooral? En hoe fijner jij je voelt, hoe dichterbij jij weer bent bij die eerstvolgende um, eh, emotie, als het ware, die weer een hogere frequentie is. En als jij zo steeds probeert die klimmen op de ladder kom jij veel sneller en dichter bij de manifestaties dan dat jij dat doet nu vanuit een het is er nog niet te kort vibratie En wil je nu weten hoe dat precies zit? Vraag dan mijn gratis masterclass Manifesteren met de Quantum Fysica aan, waarin jij ook ontdekt hoe dat dus zit met die energie en nog meer natuurlijk over um, wat Quantum Fysica is en hoe jij dat kunt inzetten. En ben je op zoek naar meer één op één coaching, dan kan ik je daar natuurlijk ook bij helpen. En vraag dan een vrijblijvende matchcall aan. En dan kijken we samen um, of en hoe ik jou het beste kan helpen. En dan voor nu dankjewel voor het kijken en het luisteren. En tot de volgende!